Beste mensen, ik ben Joris Helmans, conservator in Museum de Lakenhal. Graag wil ik de Pieterskerk feliciteren met haar 900-jarig jubileum. Ter gelegenheid van de viering heb ik de presentatie 'De Pieterskerk als strijdtoneel' voorbereid. Onlangs kon een 17e-eeuws kerkinterieur voor collectie Museum de Lakenhal worden verworven. Het schilderij, toegeschreven aan Antoni van Borsum, werd in de veilingcatalogus omschreven als kerkinterieur met elementen van de Pieterskerk en de Hooglandse kerk te Leiden. De toegeschreven datering circa 1661 is vermoedelijk gebaseerd op het epitaaf dat als blikvanger op de voorgrond is afgebeeld. Het betreft namelijk het monument voor burgemeester Pieter van der Werf, de held van Leidens ontzet. Dit imposante herinneringsstuk werd in 1661 in opdracht van de kleinkinderen van de burgemeester door beeldhouwer Rombout Verhulst voor de Hooglandse Kerk gemaakt. De afgebeelde ruimte met de karakteristieke gewelfsvorm in de zuidelijke kooromgang is echter duidelijk herkenbaar als de Leidse Pieterskerk. Het roept vrijwel onmiddellijk de vraag op waarom de schilder voor deze geascendeerde voorstelling heeft gekozen. Om hierin inzicht te krijgen, is het belangrijk om de context waarin het schilderij is gemaakt te onderzoeken. Daarvoor moeten we terug naar de 16e eeuw. De interieurs van de middeleeuwse kerken in Leiden werden in die tijd door het opkomende protestantisme radicaal veranderd. Talrijke altaarstukken, glas-in-loodramen, muurschilderingen en heilige beelden zijn stukgeslagen, verbrand, overschilderd of simpelweg verkocht. Gelukkig werden enkele altaarstukken net op tijd door het stadsbestuur in veiligheid gebracht, waardoor ze tegenwoordig nog steeds in de Lakenhal zijn te bewonderen. Het beroemdste daarvan is het Laatste Oordeel, geschilderd door Lucas van Leyden, dat oorspronkelijk in de Pieterskerk hing. Maar van de talloze beelden die de kerk ooit verfraaide, is er geen voor de ondergang behoed. Het begon allemaal met de beeldenstorm die in het protestantse wonderjaar 1566 losbarstte. Na jarenlange opgekropte onvrede over corrupte geestelijke en geloofsdrang, drong een bende beeldenstormers de Pieterskerk binnen. Uit geloofsovertuiging en protest tegen de beeldenverering sloegen ze beeldhouwwerken aan stukken om zo de kerk te zuiveren voor de gereformeerde eredienst. De schutterij, die uit Leidse burgers bestond, was niet bereid om tegen de stadsgenoten op te treden en liet alles op zijn beloop. Het merendeel van de beeldenstormers waren verpauperde textielarbeiders en ambachtslieden. Nadat Willem van Oranje in januari 1567 de aanhangers van het nieuwe protestantse geloof het recht gaf een houten noodkerk buiten de stadsmuren te bouwen. Leek de rust te zijn teruggekeerd. Maar dat was schone schijn. De verbolgen Spaanse koning Philips II besloot de protestantse rebellie in de noordelijke uithoek van zijn rijk niet langer te tolereren. Hij stuurde de ijzeren hertog van Alva met een enorme troepenmacht naar de lage landen om zijn gezag en het katholieke geloof in ere te herstellen. Daarna volgden de gebeurtenissen elkaar razendsnel op. De door Alfa opgerichte Raad van Beroerte, die Ketterse dissidenten meedogenloos berechtte, maakte dat de onvrede onder de bevolking alleen maar groeide. Ook in Leiden werden ruim 100 beeldenstormers wegens verraad en ketterij door Alfa's beruchte bloedraad veroordeeld. Enkele van hen kregen de doodstraf, maar de meeste wisten, net als hun leiders, bij tijds de stad te ontvluchten om zo hun straf te ontlopen. Willem van Oranje was naar Duitsland uitgeweken en groeide uit tot de centrale leider van het verzet. Vanaf 1568 vielen hij en zijn broers herhaaldelijk met hun huurlegers de Nederlanden binnen. Maar deze guerrillaoorlog oorlog leverde nauwelijks resultaat op. De ommekeer kwam toen de watergeuzen Oranjes bondgenoten op zee op 1 april 1572... Totaal onverwacht den Briel wisten in te nemen. Nog diezelfde maand koos de een na de andere Zeelse en Hollandse stad de zijde van de opstand. Maar het gematigde Leidse stadsbestuur bleef trouw aan landseer Philips II. Uiteindelijk wisten teruggekeerde ballingen, waaronder de latere burgemeester Pieter Adriaanszoon van der Werf en stadssecretaris Jan van Hout, de onrust in de stad zo te voeden. Dat de geuzen een doorbraak forceerden. Op 26 juni 1572 trokken meer dan 600 soldaten. onder het skanderen van leuzen. en het zingen van strijdliederen de stad binnen. Kerken en kloosters werden daarna definitief door de protestanten in bezit genomen. en alles wat aan het katholieke geloof herinnerde. werd systematisch weggevaagd. De onvermijdelijke Spaanse tegenaanval liet nog op zich wachten. Eerst veroverde Alfa opstandige steden als Zutphen en Naarden, waar hij als vergelding een groot deel van de bevolking uitmoorde. Na zijn mislukte inspanningen om Altmaar tot overgave te dwingen, werd in oktober 1573 Leiden belegerd. Het zou daarna precies een jaar duren tot de stad door de opstandelingen werd ontzet. Direct na de binnenkomst van de Geuzen op zondagochtend 3 oktober 1574 werd een dankdienst gehouden. De admiraals waren, nadat zij voet aan wal hadden gezet, rechtstreeks met het scheeps- en stadsvolk naar de Pieterskerk gegaan. Daar dankten zij eenstemmig de Heer voor de ontvangen gunsten die ervoor hadden gezorgd dat zij de stad konden bevrijden. Dit gebeurde op zo'n overweldigende emotionele wijze dat de lofzang er af en toe door hapelde, zodat de voorzanger er geregeld alleen voor stond. Maar misschien klonk het gezang niet zo mooi als de katholieke motetten die vroeger in de kerk werden gezongen. Het deed niets af aan de enorme impact van de religieuze samenkomst. De Pieterskerk was zo volgepakt dat de meeste mensen moesten staan en hooguit een glimp van de predikant konden opvangen. De dankdienst op 3 oktober is sindsdien, de Franse tijd uitgezonderd, door de eeuwen heen in stand gehouden. Maar de vrijheidsstrijd tegen Spanje werd lange tijd nog op een andere grootse manier herdacht in de Pieterskerk. In 1588 besloot Philips II tot een militaire strafexpeditie naar Engeland, omdat de Engelse koningin Elizabeth I de Nederlandse opstandelingen steunde. Deze onoverwinnelijke armada bestond uit 130 schepen. Onderweg bij de Vlaamse kust zou de hertog van Parma met zijn leger ter versterking worden opgehaald. Maar de vloot kwam niet verder dan het kanaal. De Spaanse en Portugese galjoenen bleken weerloos tegen de kleinere, wendbare schepen van de Engelsen. In de nacht van 8 augustus 1588, ter hoogte van Grevelingen, werden brandende schepen gevuld met teer en explosieven naar de Armada gestuurd. Door de paniek die daarop volgde, werd de Spaanse vloot uiteengedreven en verslagen. Philip zag de nederlaag als een straf van God. Ook in de Nederlandse Republiek werd de overwinning als zodanig ontvangen. De Staten-Generaal schreef op woensdag 26 november 1588 een algemene bededag uit om God te danken voor deze overwinning. Maar in Leiden was de viering wel heel bijzonder. Die dag werd de veroverde wimpel van het Portugese oorlogsschip de San Mateo in een plechtige optocht naar de Pieterskerk gebracht. De wimpel van maar liefst 12 meter lang en 3 meter breed was door de Leidse hoofdschout Pieter van der Does veroverd. Met zijn eskader had hij 40 Portugese bemanningsleden gedood. nadat de San Mateo op een zandbank tussen Oostende en Sluis was vastgelopen. Als bewijs van de glansrol van van der Does en zijn mannen. werd de oorlogstrofee in de hoofdkerk van de stad opgehangen. Het moet voor tijdgenoten een indrukwekkend gezicht zijn geweest om de wimpel waarop Christus aan het kruis was geschilderd, in de nok van het koor tot op de grond aan toe te zien hangen. Pieter was de zoon van edelman Jacob van der Does, die als adviseur van Willem van Oranje zijn jongere neef Jan van der Does bijstond tijdens het beleg van Leiden. Jan en Jacob waren in hun functie van militair gouverneur de onverzettelijke havikken die de belegerde stad tot het einde toe, Wisten te behouden. Vooral Jan van der Does had zich bewezen als dappere aanvoerder van de vrijbuiters en schutterij en vestigde daarmee voorgoed zijn naam als verzetsheld in de stad. Pieter van der Does trad met zijn rol bij de overwinning op de Spaanse Armada in het spoor van zijn roemrijke voorouder. Door plaatsing van de wimpel in de Pieterskerk zou zijn daad eeuwenlang in de collectieve herinnering. Van de Leienaren blijven. Pas eind 18e eeuw raakte de wimpel al maar meer uit beeld. Vermoedelijk is hij op last van de Franse bezetter in 1795 uit het zicht gehaald omdat er niets in de kerk mocht herinneren aan de eerdere Nederlandse vrijheidsstrijd. Het kerkbestuur liet de wimpel oprollen waardoor hij vrijwel onzichtbaar in een doek vlak onder het dak hing. Klaar om hem weer uit te hangen in betere tijden. Maar daar zou het niet meer van komen. In 1877 verhuisde de wimpel, die door de tand destijds van 12 naar 4 meter is geslonken, naar Museum de Lakenhal. Laten we terugkeren naar het Pieterskerk-interieur door Antoni van Borsem. De Amsterdamse schilder legde de Pieterskerk verschillende keren vast. Zo heeft de Lakenhal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed... Een interieurstuk in bruikleen dat hij in 1668 maakte. Het werk toont net een andere hoek en biedt zicht op het preekgestoelte. Al met al komt de uitbeelding vrij goed overeen met de werkelijke situatie van de stadskerk in de 17e eeuw. Wel zijn er, naast enkele rouwborden van bekende Leidse geslachten, verschillende wapenborden te zien die aan de fantasie, van de schilder lijken te zijn ontsproten. Maar bij vergelijking met het onlangs aangekochte schilderij zijn er opvallende verschillen. Zo heeft van Borsum ervoor gekozen om op het nieuw verworven schilderij een enorme overvloed aan wapenborden af te beelden. Ook zijn er bovenop twee pilaren beelden van de stadsbeschermheiligen Petrus en Paulus te zien. En op het koorhek is een Mariabeeld afgebeeld. Dit is hoogst opmerkelijk. Na de Reformatie werden paapse heilige beelden immers systematisch verwijderd uit de kerk. Ook is het de vraag of de afgebeelde gebrandschilderde glasramen werkelijk aanwezig waren. Kortom, het is alsof we teruggaan naar de tijd van voor de Reformatie. Er zijn zelfs vier katholieke geestelijke afgebeeld. Aan hun ordekleed zijn ze te herkennen als Dominikanen. Of Augustijnen, kloosterlingen die al lange tijd niet meer in Leiden rondliepen. De Pieterskerk lijkt opnieuw katholiek te zijn geworden. Maar er is meer aan de hand dan de afbeelding van geestelijke en heilige beelden. Er is ook nog eens sprake van een vermenging van het epitaaf voor burgemeester van der Werf uit de Hooglandse Kerk met het interieur van de Pieterskerk. Schuilt in deze fictieve verplaatsing die de toeschouwer van destijds onmiddellijk moet zijn opgevallen en aan het denken zal hebben gezet, misschien een verhulde boodschap? De Pieterskerk was bij uitstek de begrafeniskerk voor de elite. Om hier begraven te worden was het enkel nodig om over voldoende financiën te beschikken. Een praktijk die doet denken aan paapse rituelen, zoals het kopen van aflaten voor de eigen zieleheil. Kerkmeesters klaagden alom dat er zoveel individuele gedenktekens in de kerken kwamen dat er ruimteproblemen ontstonden. De bekende diplomaat en dichter Constantijn Huygens stigmatiseerde de monumenten zelfs als redenloze ijdelheid binnen onze kerkmuren. De vele rouwmonumenten plaatsten regenten en hoogleraren die zich dat konden veroorloven op een voetstuk. Dit ging soms zelfs zo ver dat dat het leidde tot emotionele verering door een achterban. Deze aristocratische pronkzucht zorgde dat er, ondanks de zuivering van de reformatie, opnieuw een eregalerij voor rijke overledenen kwam. Hierdoor ontstond een profane kerk in de religieuze kerk. Het is niet voor niets dat in navolging van het motto 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' de Franse bezetter in 1795 besloot. Dat de wapenborden, net als de wimpel ter ere van de familie van der Does, uit de Pieterskerk moesten verdwijnen. Maar er was één bord dat nadrukkelijk bleef hangen: dat van Willem Corneliszoon Speelman. Dit ereteken was immers opgehangen voor een gewone speelman. Willem was organist van de Pieterskerk ten tijde van Leidens beleg. Juist toen de hongersnood het hoogst was stelde de stadspeelman zijn duiven beschikbaar als vliegende postbodes om zo het contact met de naderende geuzenvloot te onderhouden. Het valt zeer te betwijfelen of de leidenaren het Spaanse beleg zonder dit hoopgevende contact hadden doorstaan. Op 3 oktober 1578, vier jaar na het ontzet, werd Willem door het stadsbestuur officieel gehuldigd als oorlogsheld. Jan van Hout memoreerde hoe Speelman ten tijde van uiterste hongersnood. de duiven uit zijn eigen mond en die van zijn oudbejaarde moeder en broederen had gespaard. De 36-jarige stadsmuzikant en zijn familieleden waren voortaan gerechtigd een sierwapen te voeren. plus de eretitel van duivenbode. Bijna vier decennia later, in 1616 werd in de buurt van zijn graf een rouwbord opgehangen waarop duiven en het Leidse stadswapen zijn geschilderd. Op twee 19e eeuwse kerkinterieurs van de Pieterskerk heeft Johannes Bosboom ervoor gekozen om het rouwbord voor Van Duivenboden af te beelden. In 1974 verhuisde het naar Museum de Lakenhal. Maar het gedenktegen voor deze gewone volksheld werd zo gemist in de Pieterskerk, dat in 1998 een replica op de oorspronkelijke plaats, nabij het preekgestoelte, is opgehangen. Daar waar de held Willem Speelman bij zijn begrafenis in de Pieterskerk door het stadsbestuur werd geëerd met een rouwbord, ging dat bij het gebeeldhoude epitaaf voor Pieter van der Werf heel anders. Pas in 1661, bijna zes decennia na zijn begrafenis betaalde van der Werfs kleinkinderen daarvoor. In zijn eigen tijd was van der Werf lang niet zo'n icoon van het leidendse verzet als tegenwoordig. Het waren in de eerste plaats vooral de burgemeester zelf, direct gevolgd door zijn familieleden, die hebben bijgedragen aan zijn populariteit. Dit charmeoffensief is vermoedelijk ingezet omdat er na het ontzet geruchten de ronde deden. Over het twijfelachtige optreden van van der Werf gedurende de belegering van de stad. Jan van der Does liet zich in een brief aan Willem van Oranje zeer negatief uit over het stadsbestuur. De commandant was met zijn kapiteins getuige geweest van van der Werf's wankelmoedige optreden in de laatste maand van het beleg. Zo zou de presiderend burgemeester tijdens een met spoed bijeengeroepen vergadering verslag hebben gedaan. Van de aanlokkelijke belofte van de Spanjaarden, als de stad bereid was zich over te geven. Daarna had hij de magistraat gevraagd, tegen deze voorstellen van de vijand, goed te overwegen, om vervolgens tot een beslissing te komen. Dat Van der Werf, een vertrouweling van de prins, zich bereid toonde met de Spanjaarden te onderhandelen, was volgens Van der Does riskant geweest. Al tijdens de vergadering werd duidelijk dat van der Werfs drie collega-burgemeesters wel oren hadden naar het aangeboden gratievoorstel. Gelukkig was dankzij het doortastend optreden van stadssecretaris Jan van Hout, die ieders mening apart wilde optekenen, zodat de bestuurders zich niet achter elkaar konden verschuilen, het tij op het nippertje gekeerd. Jan van der Does bleef in zijn beschuldigingen volharden en schreef ze na het ontzet zelfs op. In een dichtbundel. Deze gedichten moeten Van der Werfs reputatie zeker schade hebben toegebracht. Drie jaar na het ontzet werd Van der Werf opnieuw burgemeester. Direct daarna kwam er een kentering in de negatieve beeldvorming rondom zijn persoon. Nauwelijks een jaar na zijn benoeming verschenen aangepaste uitgaven van Jan-Fruitiers korte beschrijvingen. Over het beleg en ontzet, dat in 1574 voor het eerst was uitgegeven. In de eerste versie had de auteur alleen kort de devotistische houding van enkele niet bij naam genoemde regenten aangestipt. In de herziene versie van 1577 is dit stuk verdwenen en wordt in een aanvullende passage de loftrompet over de moed van en standvastigheid van van der Werf gesproken. Op de smeekbeden van het voor het stadhuis verzamelde volk om tot overgave over te gaan, zou hij hebben geantwoord: Ik heb een eet afgelegd en moet eens sterven. Neem mijn lichaam en snij het aan stukken en deel daarvan uit zoveel er is. Daarop was het opstandige en hongerige volk beschaamd huiswaarts gekeerd. Met deze passage, die in de loop der tijd beeldbepalend zou worden voor de geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, was Van der Werf's goede naam in één klap hersteld. Het is heel goed mogelijk dat deze aanvulling door de burgemeester zelf werd geregisseerd. tiers maakte geen geheim van zijn bronnen. Ja, hij was er zelfs trots op dat hij veel had opgeschreven uit de mond van ooggetuigen. Waaronder zekere personen uit de magistraat. Na van der Werfs dood zetten zijn familieleden de lofzang op het heldhaftige gedrag van de burgemeester voort. Zo werd van der Werf zelfopoffering in 1643 op doek vastgelegd door de kunstschilder Joris van Schoten. Opdrachtgever was de leidse goudsmid Bartholomeus van Assendelft, die gehuwd was met Clara duis van der Werf. Een dochter van burgemeester Van der Werf. Het schilderij bleef lange tijd in de familie van Assendelft. Bijna twee eeuwen later, in 1838, werd er door een verre nazaat in bruikleen aan de stad gegeven. Tans is het in het museum De Lakenhal te zien. Op het schilderij is Van der Werf zittend afgebeeld, achter een vrijwel lege tafel... In een pose die doet denken aan Christus bij het laatste avondmaal. Met twee handen ontbloot de burgemeester zijn borst, die hij aanbiedt aan verschillende smekende mannen en vrouwen. Door dit schilderij in hun huis op te hangen, probeerde de familie van Assendelft de herinnering aan de heldendaad van Van der Werf levend te houden. Deze hulde aan hun voorouder. Zal tijdens visites geregeld zijn bekeken en onderwerp van gesprek zijn geweest. De geslachten van de Werf en van Assendelft maakten lange tijd deel uit van het Leidse patriciaat en leverden vertegenwoordigers in het stadsbestuur. Maar in 1618 werden beide families vanwege hun remonstrantse sympathieën door Prins Maurits uit de magistraat verwijderd. De naam van de Werf zou niet meer terugkeren in het stadsbestuur. Maar vier decennia later in 1656 kreeg Pieter van Assendelft, een kleinzoon van burgemeester van de Werf, een plek in de Veertigraad. Enkele jaren daarna reactiveerde Pieter van Assendelft en zijn twee broers de herinnering aan hun grootvader door een herdenkingsmonument op te richten dat werd geplaatst in de Hooglandse Kerk aan een cel in de buurt van Van der Werfschaf. Het is daar nog altijd te bewonderen. Een voorstudie die lange tijd in het bezit van de familie was, hangt tegenwoordig in museum de Lakenhal. Jammer genoeg is het recent aangekochte kerkinterieur van de hand van Antoni van Borsum niet gedateerd. Maar het is heel goed mogelijk dat de onthulling van dit epitaaf Aanleiding was om het werk te maken. Is dit verrassende schilderij onderdeel van de heldenverering? Of is hier juist sprake van het in twijfel trekken van de roem en waarachtigheid van de met elkaar aangehuwde families van der Werf en van Assendelft? Het woud van wapenborden, de monniken en de heilige beelden rondom het grafmonument duiden op het laatste. De afbeelding is vermoedelijk een ironische reactie op de actie van de familie van Assendelft om hun voorvader zo groots publiekelijk te verheerlijken. Waarschijnlijk maakte Van Borsen met schilderij in opdracht van een rivaal die de reputatie en geloofwaardigheid van de Van Assendelfs na hun terugkomst in het stadsbestuur in twijfel probeerde te trekken. In het 17e eeuwse Leiden bestonden er verschillende bestuurlijke kampen die de sociaal-politieke verhoudingen bepaalden. Rondom religieuze en staatsrechtelijke thema's ontstonden rivaliserende partijen. Zo was er sprake van een geregeld terugkerende strijd tussen de remonstranten, die wa vrijzinnig waren in de Calvinistische leer, en de contra-remonstranten, die orthodox waren. De contra-remonstranten geloofden dat God al voor de geboorte bepaalde of iemand in de hemel kwam of niet, terwijl de remonstranten geloofden dat de hemel door een godvruchtige levensloop kon worden verworven. Dit belangrijke verschil maakte dat contra-remonstranten de remonstranten zagen als verkapte katholieken die meenden dat zij een plekje in de hemel konden verwerven door hun gedrag of verdiensten. De families van de Werf en van Assendelft golden als remonstrants. Dat werd duidelijk door de wetsverzetting van 1618, waarbij beide families vanwege hun remonstrantse sympathieën uit de stadsregering werden verwijderd. Het werd remonstranten voortaan verboden om erediensten te houden of bijeen te komen, waardoor zij heimelijk in schuilkerken hun geloof moesten beleven. Na de Synode van Dort, die de contra-remonstranten in 1618 in het gelijk had gesteld. Bleef de anti-Remonstrantse gezindheid nog lange tijd uitzonderlijk sterk aanwezig in Leiden? Een groeiende, welvarende groep Vlaamse, Duitse, Franse en Engelse protestantse vluchtelingen, zowel in de eerste als tweede generatie, legde een enorm religieus fanatisme aan de dag. Maar vanwege hun migrantenafkomst werden zij door oudere gentenfamilies uit het stadsbestuur geweerd. Het ligt voor de hand dat zij afgunst voelde en aanstoot namen aan het pronkerige en vrijzinnige leven dat de in de magistraat teruggekeerde van Assendelfs aan de dag legden. Gaf een geslaagde koopman het orthodoxe migrantenkringen opdracht om de potsierlijke voorouderverering van de aristocratische van Assendelfs te verbeelden? Dit zou kunnen. Maar het is ook goed mogelijk dat de afgebeelde satire. Uit hogere kringen is gekomen. Zo was topbestuurder Jacob van Broekhoven van oudsher befaamd als tegenstander en vervolger van de remonstranten. Hij was zelfs een van de rechters die het doodsvonnis over landsadvocaat van Oldenbarneveld velden. Na het overlijden van van Broekhoven in 1642 keerde deze streng Calvinistische familie door gebrek aan mannelijke opvolgers niet meer terug in het stadsbestuur. Het met andere Hollandse steden vergeleken Leidse bolwerk van orthodoxie was eindelijk gebroken. Maar dankzij de stichting van het Van Hof voor oude lieden aan de Papengracht bleef de godvruchtige en liefdadige reputatie van de familie levend. gaf een verwant of sympathisant opdracht om de kerkelijke zelfverheerlijking van de Van Assendelfs spottend op doek vast te leggen? Ook dat zou kunnen. Maar er zijn meer persoonlijke motieven te bedenken. voor het ontstaan van het opmerkelijke kerkinterieur van de hand van Antoni van Boorsen. De strijd om het beleven, bediscussiëren. en doorgeven van de eigen opinies. over godsdienstige aspecten. stonden gedurende de 17e eeuw voorop. Bij de bestuurlijke elite speelden negatieve gevoelens over en weer en het elkaar zwart maken een belangrijke rol om aanhang te vinden bij de lagere bevolkingsgroepen. Afhankelijk van vaak opportunistische redenen als aanzien en gewin, sloten regentenfamilies wisselende strategische allianties om zo hun materiële belangen en machtsposities veilig te stellen. Regenten verenigden zich rondom rivaliserende orangistische en republikeinse standpunten over de machtsverdeling tussen kerk en staat. Het meer liberale republikeinse kamp was doorgaans voorstander van meer geloofsvrijheid. Net zoals burgemeester van der Werf en stadssecretaris Jan van Hout dat na ontzet onder het motto haak libertatis ergo dit omwille van de vrijheid voor ogen hadden gehad. Terwijl de orthodoxe Calvinisten doorgaans het Oranjehuis steunden en meer invloed van de kerk op bestuurszaken in de stad en de universiteit wilden. Het behoort daarom ook tot de mogelijkheden dat schommelingen in deze politieke machtsverhoudingen aanleiding waren voor de kunstopdracht. Zo maakte het stadsbestuur tussen 1669 en 1670 een buitengewoon snelle koersverandering door. In een jaar tijd overleed tijdens een heftige epidemie twee derde van de magistraten in de veertigraad. Door toetreding van een groot aantal nieuwe regenten was er geen vanzelfsprekende meerderheid meer voor de orangistische partij zoals voorheen. Komt de satire op de regentenfamilie van Assendelft, die zich erop voorstond dat hun voorvader een vertrouweling van Oranje was geweest, uit de hoek van deze nieuwe lichting stadsbestuurders? Het is goed mogelijk dat een van hen de opdracht gaf voor het schilderij om concurrent van Assendelft in discrediet te brengen. Zeker is dat de oude machtsverhoudingen na 1669 niet meer vanzelfsprekend waren en dat er telkens wisselende allianties werden gesloten. Dit bood ruimte aan ambitieuze bestuurders die niet schulden om satirische wapens in te zetten... om hun tegenstanders belachelijk te maken. Maar of de spot nu uit streng Calvinistische, Orangistische of Republikeinse hoek kwam... met de fictieve plaatsing van het epitaaf voor Van der Werf in de Pieterskerk... heeft de opdrachtgever een kritische nood willen kraken. Het nieuw verworven kerkinterieur laat zien hoe 17e-eeuwse afgunst, roddel en machtsstrijd onderwerp konden zijn voor een kunstopdracht. Het schilderij zal tijdens samenkomsten in huiselijke kring regelmatig aanleiding zijn geweest voor kritische discussies of spottende gesprekken. Museum de Lakenhal is bijzonder blij dat dit verrassende interieurstuk aan de collectie Leiden is toegevoegd. En het is vast geen toeval dat de aankoop samenvalt met het jaar waarin de Pieterskerk haar 900-jarig jubileum viert. U bent uiteraard meer dan van harte welkom om de nieuwe aanwinst met eigen ogen in het museum te komen bekijken.